festival. Pokémon! Ja! Nee! We gaan naar het landjuweel. Ja. Fucking theater, people. Fuck off, fuck, what the fuck. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben Glenn. Ik ben Femke. Welke groep zijn jullie? Infinity! Hoe heet jullie voorstelling? Discopix. En waar gaat die over? In drie zinnen? Shit. over een jongen en een meisje die samen een wereld creëren, waarin de buitenwereld geen rol speelt. Taboe! Kom met koppen eruit! En kom maar zwijgen! Ze wil eruit worden! Taboe! Maar uiteindelijk wil één van de twee niet meer in die wereld zijn. Waarom zouden mensen zeker moeten komen kijken? Omdat het een voorstelling is waar heel veel enthousiasme in zit. Voor ons voelt het echt heel professioneel aan, ook al zijn we niet professioneel. Maar ik denk vooral dat het heel dicht bij ons past, waardoor het publiek ons wel gaat begrijpen. En het is een heel mooi verhaal om naar te kijken eigenlijk. Hoe hebben jullie gehoord dat jullie daar het Landweerfestival gingen? We zagen het gewoon op Facebook en... Ja. Maar eigenlijk heb ik dat ontdekt. Ik zat te studeren, het was examens, en ineens zag ik onze foto en ik dacht, die wedstrijd, we hebben dat gewonnen! En toen belde ik Maxime, maar die nam niet op. En toen belde ik Isabeau en ik vertelde het en die begon gewoon te wenen. Ja, die ben van de trap gevallen. En die begon haar mama te roepen en ik hoorde die mama haar kalmeren. En toen heb ik dat afgelegd, terug naar Maxime gebeld. Die begon ook te wenen. En ja, toen had ik het op Facebook en toen ineens wist iedereen het. En onze regisseur die reageerde niet. Ik had ze al een berichtje gestuurd op Facebook. En toen plots kreeg ik ook nieuws dat zij op wc het berichtje had gelezen op haar werk.